Parkinson-patiënten tennissen aan de Schenkeldijk. Voor de 7e keer is er het Parkinson-tennistoernooi. Ik vind het een geweldig initiatief, want je ziet er zijn heel veel mensen met Parkinson die gewoon nog ja, toch hun oude liefde, hun sport, graag zouden willen beoefenen. En wat is dan lekkerder om dat gewoon met, noem het maar even, lotgenoten te doen. Dan heb je elkaars niveau en heerlijk om dat te doen. Eerst doen ze een warming-up onder leiding van Olga Commandeur, ambassadrice van de Parkinson-vereniging. Dus je ziet dat ze een beetje op gang moeten komen. Hè? Want de muziek is natuurlijk, als ik de muziek aanzet, is leidend. Dus in het begin gaat het een beetje ongelijk. Maar je zag het op een gegeven moment. En de mensen gaan gewoon mee. De bewegingen worden wat ruimer, wat losser. Dus dat is echt met recht een warming-up zo op muziek. Helemaal goed. Daarna gaan de spelers de zaal in voor een clinic en kan het toernooi beginnen. Ik heb nog wel wat over voor de rest, gelukkig. Want nu begint het echte werk pas. Ja, zeker. Nou, dit was ook al pittig hoor, wat we hadden. Vooral heel veel dingen tegelijk. Hè? En dat Parkinson-patiënten kunnen dat niet zo goed. Heel veel dingen tegelijk. Aad de Groot bedacht het toernooi om zo zijn hobby met andere mensen te delen. Sporten is goed voor je, zeker als je aan Parkinson lijdt. Mensen die geen ervaringsdeskundigen zijn, en dat zijn er nog steeds een hoop. Die kunnen niet begrijpen dat je enerzijds heel schuifelend kan lopen. En als een oude man of vrouw. Ballen kan oprapen, maar tijdens het spel is er een motivator eigenlijk die van buiten komt. En die onwillekeurig zorgt dat je op het moment suprême een bal kan slaan. Voor deelnemers is het een uitgelezen kans om de competitie aan te gaan met mensen op hun eigen niveau. Je hebt lotgenoten die dezelfde problemen hebben als ik. Dus je hoeft niet te schamen, want... Ze hebben allemaal dezelfde handicap, in minder of minder mate. En als je met je eigen spelers of je eigen club gespeeld, dan heb je er meer moeite mee. Want soms kun je niet goed meekomen en na 3 kwartier dan is de batterij op. En dan moet je afhaken. Dat vind ik wel vervelend. Maar als je deze goed meedoet, dan begrijpt iedereen wat je markeert. Hè. Veel deelnemers doen al langer mee aan het toernooi. En na de clinic stuizen de ballen al snel genadeloos over het net.